Vandaag gaan we naar een van de grootste en meest gevaarlijke verlaten plekken waar we ooit zijn geweest. Ook hebben we nog een special guest meegenomen vandaag. Nou, ik was gewoon thuis en ik moest opeens heel hard huilen. En politie. Worden we misschien wel voor de allereerste keer ooit echt gearresteerd. Oh mijn god. Vonden jullie dit ook? Oh, die voetstap. Dat is een verse voetstap. Ik denk dat je op de hoofd. Genoeg mensen graag. Nee, oh god. Oké, we zijn helemaal ready voor de horrormaand. Zijn we ready voor de horrormaand? Zo is dat. Ja, de Sasha is er ook bij. Ja, hele maand, alleen maar enge video's. Vandaag beginnen we nog even in Nederland. Maar goed, vergeet niet te abonneren natuurlijk. Want meer dan 55% van de mensen die mijn video's kijken is nog niet geabonneerd. En het is nota bene de horrormaand nu. Kom op, een hele maand, alleen maar enge video's. Kijk nou. We waren natuurlijk al een tijdje op zoek naar een medium of iemand die hooggevoelig is en goed kan communiceren met entiteiten. Die hebben we gevonden. Ontmoet Sophia. Hallo. De special guest. Wat zijn jullie namen? Sophia. Ik ben Lauren. Hoi Sophia en Lauren. Hallo. We hebben ook mensen die dan eindelijk ook echt een beetje verstand hebben van ghosten en ook echt iets bij voelen. Kijk, en nu, dit is dan weer zo'n moment dat ik denk van Nou komt het dichtbij, hè? Nou zijn we. The ghost prepare feeling. The ghost prepare feeling. Maar we gaan nu van de snelweg af en het is een beetje mistig. Het is ook een beetje slecht weer. Sasha kan de situatie altijd wel mooi omschrijven. Ja. Maar toen we er bijna waren, kreeg Sophia ineens een heel slecht voorgevoel. Ah, ja, dat is op zich wel helemaal. Wat zeg je nou? Alles in? Ja, dat weet ik niet. Dat is denk ik omdat we nou in de buurt komen of zo. Dat voel jij? Ja, dat is heel raar. Dus dat betekent dat er een geest daar binnen zit. Ik weet het niet. Die jou nu al aan bezet is. Of aan jou. Aan bezet is. aan het bezitten. Ik heb wel een... Yo, leuk dat jullie er allemaal zijn, jongens. Heel leuk dat jij er ook weer mee bent. Top, man. Dat we naar een verlaten plek gaan, dat vind ik oké. Okay. Ik ben niet oké. Dat is niet oké. Okay. Niks persoonlijks. Niks persoonlijks. Nee. Dit kleine mensje, ik kan hele enge dingen zien. En dan bedoel ik niet dit kleine mensje. Minder eng. We gaan vandaag naar een steenkolenfabriek die ligt in het Franstalige gedeelte van België. De fabriek is in 2014 gesloten en staat sindsdien helemaal leeg. Het is de allergrootste verlaten locatie waar wij ooit zijn geweest. En in 2002 was er een enorme explosie, waarbij er 26 gewonden vielen en 3 mensen om het leven kwamen. Prima. Van hoeveel mensen die daar werken? Het valt gewoon mee. Ja, ik weet het. Ja, het valt eigenlijk best wel mee. Ik hoorde het niet. Kan je nog een keer zeggen? Er zijn 3 mensen overleden op deze fabriek door een explosie. Dat is best weinig. Weinig? Jullie zijn met z'n drieën. Wij zijn ook met z'n drieën. Nou, sorry, maar kun je niet dit soort klote grappen maken, Steven? Want ik word gek ervan. Dat is helemaal geen grap. Ja, rot op! Dit is het grappen. De locatie is extreem streng beveiligd en ook best wel gevaarlijk om te betreden. Doe er dus ook zeker niet na. We gaan vandaag proberen binnen te komen en te kijken hoe bizar deze locatie daadwerkelijk is. Wat is dit? Pep talk? Gewoon pep talk al. Ja, wat denk je van vanavond? Ik heb er geen zin in. Ik ben vooral heel benieuwd wat Sophia gaat zien, horen, voelen. Kijk, we hebben alles nu tot nu toe wel gedaan, soort van. En we gaan steeds een stapje verder. Ik weet niet wat ik daarvan moet denken. Waarom moet dat mens mee? Hoe heet ze ook hoor? Sophia. Ja, ik vind haar heel lief. Maar zij ziet dus dingen. Ja, sorry. Ik heb de hele dag horror dingen zitten kijken. En ik ben doosbang. Waarom doe je dat dan ook? Omdat een nieuwe docu op Netflix staat. En ik vind het heel interessant. Want... Ik kom er! Sophia. Ja? Kom eens, kom. Ik ben erbij als er met dit soort dingen, want ik word helemaal gek. Wat denk jij van wat verwacht je van vanavond? Ja, ik heb er wel heel erg een voorgevoel. En ja. Kloppen jouw voorgevoelen meestal? Meestal wel, ja. Maar wat voel je dan, wat voor een voorgevoel heb je? Ja, het voelt gewoon heel beladen, zeg maar. En wat kan het zeggen over over wat we dan straks kunnen verwachten? Echt zo'n interviewer, hè? Net zeggen! Ja. En hoe voelt het dan? Hoe voelt het dan? Hoe vind je zelf dat het gaat? We staan hier naast Sophia. Oké,
Okay, ja, een verslaggever Sascha die is op de locatie, dus we gaan even naar hem kijken en met hem praten. Ja, hi. Ja, we zijn hier met medium Sophia. Nee, maar om even terug te komen op de... Nee, wat verwacht je van hier vanavond? Ja, dat het eng mocht. Dat vroeg je net ook al. Ja. Ja, maar want de antwoord is nooit... Hey, hou je bek dicht, Julia! Ik wil wel even één ding van jou weten. Dus stel je, jij ziet iemand of zo, of jij voelt iemand. Kun je dan dat, zeg maar, dan zeg je bijvoorbeeld pannenkoek en dan weet ik... Oké. Okay. Ik ga weg. Kan je dat doen? Ja. Dankjewel. We gaan in ieder geval kijken of we hier überhaupt binnen kunnen komen. Het schijnt best wel een goed beveiligde locatie te zijn. Ik zou die lamp even uit, want je trekt echt totaal niet de aandacht in deze buurt. Ja, jij, als jij dan stopt met tetteren, dan gaat het nee, goed. Nee, je weet niet, je hebt meegenomen naar ja, ja, daarom. Ik ben hier ook nog nooit geweest. We gaan weer oldschool proberen in te breken in een oude fabriek waar mensen zijn doodgegaan. Ik ga even mijn lamp uitdoen. Ik bedenk me opeens, ik heb helemaal geen zaklampen meegenomen. Oh, ik heb nog wel een zaklamp thuis. Ik ga die wel even halen. Ja, ik heb alleen deze ledlamp. Ja, en telefoons. Ja, doe me daar toch mee. Man. Ja, nou, best wel. Maar als deze uitvalt... We're fucked. Eww. Iemand heeft die gepoept. Hij ligt poep. Hij ligt poep. Zo. Is ook niet een beetje dicht getimmerd, ouwe. Jezus. Dat zijn niet zomaar prikkelblad. Dit is wel next level prikkelblad. Oh. Oh mijn god. Pas op. Stel er komt politie. Ja. Halt, u bent aangehouden. Ja. Wat doen we dan? Rennen. Toch? Steef, dan moet je niet rennen, want je ja, want jij, ja, want wij komen wel weg, maar wij hebben een soort van lokaasen. Ben ik daarom mee? Omdat de bolle weer niet uit kan rennen? Dat is echt lullig, hè? Laat je mij weer achter. Er waren net wel kapot voor camera's aan die voorkant. Ja, waarom gaan we toch niet via de voorkant? Ja, ja daarom gaan we niet via de voorkant. Mafkees. Die voetstap. Dat is een verse voetstap. Ze heeft gelijk, man. Daar heb je wel gelijk in, trouwens. Ik maak geen jokes. Eentje? Maar is ook maar eentje gewoon. Die is niet van jou. Die is niet van mij. Nou, Sophia, kan je dat wat voelen? Van wat? Van die voetstap. Nee. Ik weet niet. Ja, kijk. Het is echt net vers, ja. Het gaat hierheen. Ik denk dat we hier rechts moeten. Ik denk dat we hier rechts moeten. Ja. Oh, nee. Oh my god. Oh my god. We komen dichterbij, jongens. Oh my god. Zo, dat gaat diep daar, hè? Ja, dit ziet er wel veilig uit. Dit is veilig. En toen werd het pas echt creepy. Zit er? Lopen mensen daar. Zie je ze schijnen daarmee? We zagen dus opeens een aantal mensen lopen binnen in het gebouw. Dus ze bleven zo stil mogelijk in de hoop dat ze ons niet zagen. Hier zie je overduidelijk licht van binnenkomen. Zouden dit bewakers zijn? Straks zijn ze ineens hier zo. Ja, voor je neus. Ja. Ze zijn weg, gozer. Ze zijn weg. We zagen de zaklampen in de verte verdwijnen, maar we bleven nog heel even wachten voor de zekerheid. Hoorden jullie dat ook? Op dit moment hoorde ik een geluid vlak naast me en tegelijkertijd zag Sophia iets van een schim. Wat? Je zag iets staan? Ja, maar is het daarbinnen? Echt, ja, is het echt maar ik hoorde ook een soort kettinggeluid. Nee, ik zit echt niet te kutten, maar ik zag echt niet. Het was een vlaag. Een maar was het een mens of was het een geest? Weet ik niet. Het was een wit. Het was, nee, ik zit echt niet te kutten. Het was een witte vlaag. Maar ik hoorde daar ook een soort van kettinggeluid. Bij die deur, waar zag jij het niet? Nee. Nou, ik zag wel. Dat jij het zag. Ja. Misschien liep er wel gewoon echt iemand. Ik hoorde oprecht. Ja, ja, kan. Ja. Ja, ik hoorde het. Het is wel echt een heel erg ziek groot lijkgebouw. Dat kan je wel zien, maar het is niet heel chill dat er mensen nu binnen zijn. En ze zeggen ook helemaal niks. Hoe eng is het dat die mensen niks tegen elkaar zeggen? Waar? Sascha zag in de verte opnieuw een zaklamp schijnen. Waarschijnlijk denken zij het is dat wij dus veilig zijn. Oh mijn god. Ah. Beter dat Sieber niet mee is. Oh shit, mijn. In ieder geval ben je gewoon dood, hè? Check hoe diep dit is, ja.
Water, gadverdamme. Daar wil je niet in. De gore put. Lijkt wel op mijn put. Lijkt op mijn put. We dachten hier een ingang gevonden te hebben. Het liep alleen schuin naar beneden en we hadden geen idee hoe veilig dit was. Oh, ik had echt een zaklamp mee moeten nemen. Ja, maar we zien nu het einde. Dat is niet kut. Oh shit, is hier water? Dit is Dit is water. Ja, we kunnen niet verder. Zo, wat lijkt dit? Ja. Wat zou het zijn? Nou, waarschijnlijk was het gewoon zo rails en dingen naar boven. Ja. Blijf toch niet zo chill om achteraan te gaan, hè? Weet je wat ik wel echt mooi vind? Dat de horrormaand wel gewoon begint met echt zo'n video's vroeger. Dat we gewoon echt bang zijn om gewoon ergens naar binnen te gaan. In plaats van bang zijn voor geesten. We liepen nu de helling af richting de binnenplaats om het gebouw binnen te komen. Maar dit was wel precies waar we die drie andere mensen ook zagen lopen. Hier zag jij die guy toch lopen? Ja, daar. Dat is wel een eng idee eigenlijk, hoor. Daar ging hij heen. Oké, dan gaan we daar ook heen. Ik denk dat is een goed idee, toch? 100%. Dit lijf. Zit hier een stoel? Yo. Kijk, ze staan net zo leuk daar. Had ik de tap af. Het ik de tap. Hij is wel een beetje hoog voor jou. First off, fuck je bitch in the click je claim. Daar zit potentieel. Hoi. Ik ben niet meer bang hier, hè? Hallo! Hallo! Meteen als die mensen hier vol zijn neus, dan ga jij weer janken. Stefan! Maar jij trekt niet. Ik ben opeens weer heel erg bang. Nee, hoor. Jullie zei als ik iets voelde, moest ik pannenkoek zijn. Dus zei jullie, ja, pannenkoek. Wat voel je dan? Ja. Zei jij pannenkoek? Ja, ik zei pannenkoek. Waarom dan? Ja, ik voel hier wel iets. Ja? Ja. Bladen hier. Een dode rat. Oh, oh, misschien voel je de geest van die rat. Ja, oh mijn god. Die is wel echt zo. Ah, oh, katzig. Sophia zei dat deze plek heel beladen voelde. Dus daarom besloten we hier maar even de ghost equipment erbij te pakken. Ja, goh, je gaat toch niet die kutdingen hier nu al gebruiken? Ik bedoel, die gaat eruit. Die gaat er niet aan. Hoe zet je het uit? Shhh. Oh! Er zit hier een fucking grote knop. Je vraagt je af met alle knoppen. Er is één knop. Boerak, Daniel en Julia waren dus opeens teruggelopen naar de auto. Maar nu ging de K2 meter heftiger af dan dat we ooit hebben gezien. Gaat die af? Kijk, kijk, what the fuck, IMF5 gewoon. Lang. What the fuck? Dat is echt... Dit heb ik letterlijk nog nooit gezien, hoor. Hij gaat er constant gewoon. Maar hij doet soms gewoon helemaal niks. En opeens gaat hij naar 5. Dat sluit. Dat is vuurwerk. What the fuck? What the fuck is dit? Wat was dat? Het klinkt als vuurwerk. Ja. We hadden geen idee waar deze knallen vandaan kwamen, dus we gingen snel weer naar boven. En belde Daniel om te vragen of zij het ook hebben gehoord en of ze beter een idee hadden wat het zou zijn. Ja, hij denkt dat het vuurwerk is, maar volgens hem kwam het niet uit de fabriek, maar wel heel dicht in de buurt. Oh, zo, ik vond het wel verengend, man, eigenlijk. Wat is nou het engste dat jij ooit hebt meegemaakt? Het allerengste is dat het hier een soort van overgenomen werd. Dat was wel echt eng. Wat doe jij, gast? Kun jij fluiten? Ja. Oh, naar wie fluit je? Ik hoorde wat. Sorry, maar je waren overgenomen? Ja, dat was heel eng. Maar wat gebeurde er dan? Nou, ik was gewoon thuis. En ik moest opeens heel hard huilen. En ik voelde gewoon dat het niet van mezelf was. Nou, dat stopte maar niet. En ik kon nog wel zeggen van, ik voel iets en ja, ik moet allemaal huilen en ik ben boos, maar het is niet van mezelf. En toen hebben mijn moeder en mijn nichtje mij vastgepakt. En toen, vanaf dat moment weet ik niks meer. Toen zeiden ze dat heel mijn stem veranderde en zo. En toen kwam op een gegeven moment mijn tante en oma. Oh mijn god, wat was dat? Wat was dat? Dat hoorde ik ook. En hoorde je ook dat verhaal over dat haar stem veranderde? Ja, dat vind ik wel echt het ziekste eigenlijk van dit hele verhaal. Maar wat voor stem had je dan? Echt zo uit de film? Zo van ja. dubbele stem? Ja, zo'n grom stem, ja. Oh my god. Ja. Als je dat nu, zeg maar, niet wil doen? Ja, ik zou... Ja. Zou appreciëren. Ik zal het proberen. Na dit heel geruststellende verhaal over hoe Sophia werd overgenomen, zag ze ineens opnieuw een schim staan. Huh? Ja, ik zag daar iets. Bij dat raam? Ja, maar het was niet die kreftie.
Oh my god. Gaan we kijken. Hoe bedoel je dat? Kijken. Daar, daarboven. Ja, daarboven, ja. Kunnen we die trap op? Volgens mij wel. Wil je daar kijken? Ik kan zwaaien. Oké. Steven is heel enthousiast. Oké, we gaan nu dus daar naar boven. Oh, ik ging af. Wat? Ik maak echt geen fucking grap, ik zweer. Ik ging af. Ging je af? Ja, ik zweer. Oh ja, dat is wel precies op die plek waar jij zeg maar iemand zag. Dat hij dan ook, ook afgaat. Ja, dat is nice. Hier is aan de binnenkant ingeslagen. Oh ja? Er zijn hier mensen binnen geweest. Ja. Ja. Weet ik. Oh. Ja, nou je kan hierin. Daar gaan we dan, I guess. Bij deze aanpak. Of je tas. Wow, dit is echt een kantoor inderdaad. Kijk, ze hebben het brandalarm ingedrukt, zie je dat? Ja, ja. Oké, maar hierboven was dus waar jij die man zag. We kunnen daar nu heen. Oh, en daar gaat hij weer. Oeh, dit voelt niet stevig, man. Ja, het tiebelt een beetje. Schat, ik heb hier echt een raar gevoel. Oh mijn god. Nu je het zegt, dat ding gaat af. What the fuck? Oh my god. Wat zeg je nou? Denk die ze op de hoofd. Gadverdamme. Fuck, we moeten gaan. Politie. En toen kreeg ik opeens een appje van Daniel dat ze zijn gepakt. En dat er heel veel politie aankomt. Ja, we moeten hier in ieder geval zo snel mogelijk weg. Ja. Ja, dat ligt uit. Volgens Daniel komen er 2 politiebusjes aan. Fuck. Dit was beveiliging blijkbaar, man. We probeerden ongezien het gebouw uit te lopen. En het leek nog bijna te gaan lukken. Sorry Steve, wij gaan naar huis. Ja, sorry, we moeten gewoon gaan. We moeten gaan. En ik hoop dat zij niet straks ons opbellen dat we hun moeten vrijkopen ofzo. Hier is een andere uitgang. Heel opzichtig. We hopen gewoon dat we niet hier worden opgewacht. Nou, daar gaan we op hopen zeven. Ja, daar gaan we. Ja. Uiteindelijk stonden er 9 agenten om ons heen. Ze nemen dit uiterst serieus omdat er blijkbaar ook veel koperdieven actief zijn en het heel gevaarlijk hier kan zijn. Maar toen ze doorhadden dat we geen kwade bedoelingen hadden, kwamen we eraf met een waarschuwing en geen eens een boete. En ik moet zeggen dat ik ook wel snap dat ze niet willen dat mensen hierheen gaan, want het is echt levensgevaarlijk. Dus doe dit ook zeker niet nou. We zitten gewoon lekker in het auto. Yes! Niet in de cel. Niet in de cel. Nee, maar ik dacht hier even misschien een sneakje naar buiten lopen. Het is bijna gelukt een sneakje. We zijn toch wel gepakt. Nou, de horrormaand is begonnen. Goeie aftrap.